your information. Bent u ervan op de hoogte dat de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Sergej Lavrov, een bezoek brengt aan Suriname op 26 en 27 juli 2019? De komst van de Russische minister zal de banden tussen Suriname en Rusland verder verstevigen. Minister Lavrov zal tijdens dit bezoek bilaterale en regionale besprekingen voeren met de Surinaamse autoriteiten over onder andere gezondheidszorg, onderwijs, toerisme en cultuur. Ook gesprekken over mining en renewable technology, bosbouw, het uitwisselen van technische kennis op het gebied van veiligheid en de eventuele heropening van een ambassadepost zullen besproken worden. Bent u ervan op de hoogte dat deze Russische topminister ook een ontmoeting zal hebben met president Desi Bouterse? Sergej Lavrov, die op 21 maart 1950 geboren is, zit vanaf 2004 aan als de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Eerder was hij van 1994 tot 2004 de Russische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. For your information.